dat ik dacht dat het de grote oplossing biedt. Het is natuurlijk een soort van outsourcing, maar dan net weer wat anders. Alleen het biedt ook wel, brengt zo wat flesje op. Het neemt ook wel wat risico's volgens mij met zich mee. Want alles in de cloud stoppen, je data, misschien ook wel je applicaties, dat is natuurlijk een fantastisch fenomeen, maar dan krijg je het er ooit weer uit. En wat je momenteel ziet is dat heel veel gemeenten echt heel serieus kijken naar cloud oplossingen, maar daar nooit hebben bedacht dat ze misschien ooit weer eens naar een andere cloud willen. Ander probleem natuurlijk is, wat doe je als je meerdere clouds hebt? Hoe zorg je dan dat je data tussen die verschillende cloud oplossingen ook nog heen en weer blijft gaan? Nou, ook daar weer zal duidelijk worden dat open standaarden echt een essentieel onderdeel vormen van die oplossingen. En ook weer ook een documentformaat. Tot slot, open data. Nou, ook denk ik wel voor de meeste mensen van u bekend. Echt heel erg aan het hypen op dit moment. Ik denk dat de teleurstelling nog wel zal komen, maar misschien dat Dorme het niet met mij eens is zo meteen. Idee fantastisch. Twee redenen om daar volop in te zetten als overheid, even op hoofdlijnen. Eerste reden, we ontwikkelen heel veel data, maken heel veel data. Dat doen we met belastingbetalers geld. Waarom zouden we het niet gewoon beschikbaar maken voor diezelfde belastingbetaler? En de tweede die heel veel hoort is, als we die data dan kunnen gebruiken om de hele economie, en dat is met dit kabinet natuurlijk een heel interessante trigger, een impuls te geven. En die impuls die zou dan zijn, bedrijfsleven kan gebruik maken van onze data, die ontwikkelen daarmee innovatieve applicaties. Dat betekent één, dat je het als overheid zelf niet meer hoeft te doen, maar twee, dat je daar als bedrijfsleven ook heel veel centen mee kunt verdienen. Dat zijn even de redenen voor. Ook hier open formaten van essentieel belang, want ik kan mijn data wel beschikbaar maken voor jullie allen, maar als je hem niet kan lezen, dan heb je er nog steeds buitengewoon weinig aan. Dus drie trends die deze beweging richting meer open standaarden, meer open data alleen maar zullen aanjagen. Alleen de vraag is dan, dit weten overheden, waarom blijft het dan toch zo moeilijk? Los van het feit dat ze andere dingen aan hun hoofd hebben. Nou, dat is interessant. Twee weken geleden verscheen er een rapport van de Rekenkamer. Die waren gevraagd door de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar het nut en de baten van open standaarden en open source software. Die kwamen met een rapport, laat ik geen waardeoordeel aan toekennen. Een rapport wat wel veel bekritiseerd is in de media, zeg ik er gelijk bij. Maar er stond wel iets heel interessants in. De Rekenkamer had namelijk bedacht dat een van de redenen waarom de baten moeilijk te verwezenlijken zijn van open standaarden en van open source software, dat is dat de huidige IT-omgevingen van departementen, overheden in algemene zin, buitengewoon complex zijn. En dat is wel grappig, want de Rekenkamer redeneert als volgt. Het zou wel goed zijn om open standaarden in te voeren, maar de verwevenheid tussen binnen een bepaalde ICT-omgeving en binnen de huidige ICT-omgevingen van overheid, die is dermate complex dat het ook geld kost om dat te doen. En daarmee vervallen een deel van de baten. Dat klinkt logisch, alleen ik ben persoonlijk niet zo'n fan van zo'n redenering, want je kan zo'n complexe ICT-omgeving natuurlijk wel zien als feit, maar persoonlijk zie ik hem liever als het probleem. En als je ICT-omgeving dusdanig complex is dat je er onderdeeltjes niet meer uit kan halen en onderdeeltjes niet meer kan vervangen, dan heb je de afgelopen 20 jaar enorm zitten slapen en heb je een soort van monster gecreëerd waar je nooit meer vanaf komt. Daar zit volgens mij een foutje in het verhaal van de Rekenkamer. Komt bij dat wij bij Nederland Open in Verbinding het er niet mee eens zijn dat het zo complex is dat je er niet meer uit kan. We zijn wel erover eens dat het complex is. En hier hebben we een plaat gemaakt van een aantal voorzieningen die je nodig hebt om een standaard werkplek in te richten voor een standaard overheidsambtenaar, mocht die bestaan. En dan zie je dat daar, los van het computertje wat op je bureau staat, los van de tekstverwerker die erop zit, daar zitten nogal wat voorzieningen omheen. Er zit natuurlijk mail omheen, maar print messaging, samenwerken tegenwoordig. Daar zit een self-service portaal achter, de authenticatie, identificatie. En het wordt inderdaad wel een complex verhaal. Dus daarin heeft de Rekenkamer gelijk. Wat de Rekenkamer niet gelijk in heeft, is dat je er niet meer uit kan komen. Sterker nog, we hebben hier een East en een Sol. En wat wij proberen te schetsen, dat is een van de dingen die we met steeds meer overheden ook samen oppakken, is een weg hoe je die verwevenheid en die geslotenheid van je hele ICT-omgeving kan doorbreken. Ik ga niet met u de plaat doorlopen, dat zou te veel werk kosten. Maar als je het slim doet en slim aanpakt en eerst
focust op de punten waar het meeste aan hangt, dan kom je er wel uit. En daarbij is één techniek van extreem belang. Dat is dat je bij verwerving van nieuwe systemen ervoor zorgt dat die niet alleen met legacy van jou kunnen werken, maar dat je ook direct eist dat ze met wat je in de toekomst wil gaan gebruiken kunnen werken. En dat klinkt heel logisch, maar dat is voor de meeste overheden een redelijke eye-opener gebleken. Goed. Ik spreek even door op een blaadje. Nou, ik zei al, we doen veel met overheden. En een van de dingen waar wij echt voor pleiten is een nogal pragmatische aanpak. Zoals ik al eerder zei, wet en regelgeving is leuk, maar het is het begin van zo'n heel traject wat je gaat lopen. En de grap is, in het kader van hoe doen we het nu, de grap is dat we steeds meer aanvragen ook krijgen van overheden. Bij ons bij Nederland Open Verbinding hebben we een helpdesk en dan kunnen mensen zeggen, jongens, kunnen jullie ons helpen? En dat in het begin, zal ik eerlijk zijn, liep dat niet stom. Men zat nog niet echt te wachten op de invoering van open documentenformaten of van open standaarden in brede zin. Wat verandert inmiddels? Een van de leuke dingen die wij doen is het bij elkaar brengen van leveranciers en overheden. En meestal blijven die mensen naar elkaar wijzen. Ja, de leverancier wil niet mee, die wil geen ODF ondersteunen. Nou, zegt die leverancier, maar daar vraagt niemand naar. Nou, dat hebben ze op een tafel in een setting als dit hebben ze in één hok gezet. Hebben gezegd, jongens, spreek nou eens uit naar elkaar wat je van elkaar verwacht. Dat klinkt een beetje mellow, maar dat werkt wel. En een van de leuke dingen die daaruit is gekomen is de Open Documentformaten Werkgroep onder leiding van de gemeente Gouda die daar het initiatief hebben run, in samenwerking met de Open Doc Society. En wat we daar doen is heel veel vooroordelen die mensen hebben weg proberen te nemen, maar ook heel veel problemen direct op een pragmatische wijze te tackelen. Dus wat zijn de problemen die je tegenkomt bij een overstap naar open documentformaten? Nou, de conversie van je bestaande document is gelijk al een uitdaging. De versionering. Oh, ik heb een open documentformaat, maar welke versie van dat open documentformaat gebruik ik dan? Dat vind ik zelf altijd een beetje een labiele, omdat ik hoor mensen die vraag nooit stellen bij gesloten formaten. Maar bij open formaat is dat blijkbaar opeens heel belangrijk. En een laatste die we met hen gaan vormgeven, en dat vind ik zelf echt een hele leuke, dat is een plugfest waarbij leveranciers van grote gemeentelijke en overheidsapplicaties samen in een hoek gaan stoppen en gaan zeggen, jongens, dit zijn de formaten waar wij in de toekomst als overheid mee willen werken. Dat zijn ook weer PDF-A, maar het is ook ODF en de hele rits ervan. En we gaan zeggen, jongens, laat nou eens zien dat jullie met elkaar, jullie software, dat ook kan uitwisselen voor ons. En de grap is dat leveranciers daar meestal niet op zitten te wachten. Maar je kan dat spel, en daar zit een beetje een shift in gedachten bij onszelf in, je kan dat spel wel veranderen door te zeggen, we publiceren, we maken heel open wie we uitnodigen van de leveranciers. En we maken ook heel open wat jullie scoren. Want we toetsen het ook gelijk hoe goed jullie op die formaten zijn. En dan beginnen ze heel erg te pruttelen, want dat vinden ze eng. Als je dan vervolgens zegt, nee, maar gaan jullie van tevoren wel helpen om het zo hoog mogelijk te scoren, dan wordt het interessanter. We hebben dit feestje niet alleen voor gemeenten gedaan in open documentformaat. We hebben dit ook al eens in het onderwijs uitgehaald. Daar hebben we het gedaan voor elektronische leeromgeving en de relevante formaten daar. En de meest gesloten leverancier daar in die wereld, dat is Blackboard, waarschijnlijk niet bekend, maar wie weet, misschien heeft u op de universiteit zelf wel eens bij gewerkt trouwens. Dat is woord. Ja, nou, die levert elektronische leeromgevingen. En die heeft van de drie plugfests die wij hebben gedaan, hebben ze twee keer geweigerd om te komen. En dat ging helemaal tot boven in Amerika. Op een gegeven moment kreeg de grote baas van Blackboard online. En die vond het een grof schandaal en die zou ons wel aanklagen dat wij openlijk bekend zouden maken dat ze niet mee wouden doen aan een toetsing van de Nederlandse overheid. Dus we hebben echt juristen achter ons aangehaald daarvoor. Maar de grap is, we hebben het gewoon natuurlijk wel gedaan. We hebben keurig neergezet, we hadden ook Blackboard uitgenodigd, maar die kwamen niet. Een Blackboard op de Amerikaanse webpage verschillen, een hele brief en zo met verontschuldigingen en redenen en excuses en dat soort dingen. En dat was heel grappig om te zien. Maar de derde keer waren ze het opeens wel. En wat bleek nou? Blackboard voldeed het beste aan het open formaat wat wij wouden hebben. Dus die hebben in een jaar hebben ze echt een slag gemaakt van volledig niet mee willen spelen tot het beste jongetje van de klas. Nou, als wij dat met de leveranciers voor de gemeentelijke markt ook kunnen bereiken op het gebied van open documentformaten, dan denk ik dat we een enorme slag kunnen maken met z'n allen. Nou, waren ze dat gewoon al of hebben ze dat snel ingehaald?
Nee, ze hebben het snel ingehaald. Ze hebben er echt een team van 3 of 4 programmeurs opgezet. Die zijn ook nog op bezoek geweest. En die zijn ermee bezig gegaan. Ja. Vanuit Nederland? Nee, het zijn Amerikaanse... Nee, maar ik bedoel dat die ontwikkeling is door jullie in gang. Nou, voor een deel, ja. Goed, er zijn natuurlijk meer landen die vragen om ondersteuning van internationale standaarden. We hebben naar een heel specifiek Nederlands profiel gevraagd. Zij hebben dat zo ingebakken. Het is ook niet zo moeilijk om het in te bakken, maar je moet even willen. En tot dien had het dus eigenlijk geen reden, want er waren weinig universiteiten die het echt als kritiek beschouwden. Er waren wel heel veel universiteiten die klaagden dat ze nooit meer van Blackboard af konden komen. Dus wij dachten, nou, laten we kijken of we daar een soort van breekijs kunnen beginnen. Hetzelfde grapje gaan we hiervoor gebruiken. Nou, het laatste wat we doen, dat wil ik even laten zien omdat we ook te gast zijn met de Koninklijke Bibliotheek. Dat is dat we ook hele pragmatische handreikingen maken. Dat doen we binnen samen met de KB, maar ook NA heeft eraan meegewerkt. Een hele trits van partijen heeft eraan meegewerkt. Dit is eigenlijk niet bedoeld voor experts op dit gebied, maar voor de simpele IT-coördinator of manager die binnen een gemeente, en dan heb ik het over kleinere gemeentes, denkt, mijn god, ik heb net de Vodafone voicemail van mijn baas gerepareerd, nu moet ik hier ook nog mee. Die kan dit gebruiken en kan dan vrij makkelijk terugvinden via een boompje welk formaat hij waarvoor moet gebruiken. Dat doen we niet alleen voor documentformaten, maar dit maken we ook voor multimedia formaten die inderdaad steeds meer erop komt zijn. Al met al een breed scala aan activiteiten. Even kort resumerend. We zien echt beweging op dit front, ook binnen de Nederlandse overheid. De overheid is traag en log. Dus we moeten niet verwachten dat dit nou binnen 2 jaar helemaal om is. Dat binnen 2 jaar de hele overheid met ODF werkt. Het verbetert wel. Het feit dat ze het al kunnen ondersteunen is een hele grote stap voorwaarts. Dit zijn trajecten waarin je los moet komen van 10 jaar verwevenheid die je zelf hebt gecreëerd. Vaak omdat je, niet omdat je niet goed erover nadacht, maar omdat je ook vaak niet zo heel veel andere opties had om uit te kiezen. Je had niet altijd ODF als open formaat. Doc is gewoon opgekomen omdat het toen het beste formaat was. En daar moeten we langzaam van afbouwen. En die slag die zijn we aan het maken. Het grootste gevaar is echter dat men nu denkt, het is te complex zoals de rekenkamer zegt. Je moet er niet aan willen, het kan eigenlijk niet meer. Dat is een hele defaitistische houding, daar zijn wij absoluut op tegen. Dus het advies is, start er nu mee. En dat er een trits hulpmiddelen voor is, mogen ook duidelijk zijn. Het mogen ook duidelijk zijn met zo'n gebruikersgroep. Het gaat om overheden die zelf in actie moeten komen, die van elkaar kunnen leren, die elkaars oplossingen kunnen hergebruiken daarin. En dat is eigenlijk de boodschap die ik mij wil geven. Daar ook het bij. Vragen? Ja. Ik stel alleen vast dat bijvoorbeeld bij gemeenten alleen nog maar als er die portals software naar binnen gehaald moet worden, dat men dat toch niet voor Microsoft SharePoint kiest, waardoor men ook weer vast zit aan. En ja. Dan denk ik van, er verandert geen ene bal. En dat zie ik iedere keer overal hier gebeuren, trouwens zelfs ook bij ZBO's. Ja, dan zou ik heel eerlijk zijn of een overheid SharePoint gebruikt of niet. Het interesseert mij geen bal. Als ze maar ervoor zorgen dat ze een SharePoint-versie gebruiken die wel met die open formaten ook om kan gaan. Dat wordt natuurlijk wat lastiger. Nee, maar Microsoft ondersteunt ook in SharePoint een heel groot deel open formaat. Tegelijkertijd, ik ben het niet helemaal mee eens met je stelling. Wij zien heel veel aanbestedingen langskomen. Wij hebben ook een juridische waakhond die keft. En die bijt ook soms en die leest als hobby aanbestedingen van overheden tegen. En dat doet hij zo'n 2 per dag doet hij ervan. Hij volgt gewoon de aanbestedingskalender en hij kijkt. En als hij ziet dat daar specifiek om een SharePoint wordt gevraagd of er wordt gevraagd naar te gesloten formaten, dan gaat hij happen. En dan gaat er een brief op hoge poten, gaat die kant op en we zien dat dat effect heeft. Dus overheden willen vaak wel, vaak weten ze niet beter, maar je ziet dat de mindset aan het veranderen is. Er is echt iets aan het... Ik teken bijvoorbeeld een praktijkvoorbeeld van toch de 4e stad in Nederland. Ja. Maar weliswaar op hoog niveau praten we wel over open source. Ja. Maar de mensen die de techniek uit aan het leggen zijn, die zijn zelf al bezig met SharePoint op vraag al. Ja. Ja, op zo'n manier wordt dus de boel eigenlijk alweer voor een voldoende feit gesteld omdat die hogere... managementlaag zo lang aan het praten is over wat ze gaan doen en hoe en mooi het moet gaan worden en toch maar niet, dat de mensen op de werkvloer zelf al naar het makkelijkste dan grijpen.
Ja, hoe zou je dat willen oplossen? Dat is geen oplossing, maar het is vet op een. Ja, nou, het want, klopt. Want op een gegeven moment wordt de organisatie dus ook voor een voldoende 5 gesteld. Ja. Ja, want we hebben nu al dit en dat gedaan. Ja, het gaat allemaal om de manier van werken en het gaat allemaal om de manier van denken. En wat je ziet bij heel veel IT-managers die vooral binnen kleinere overheden, nou jij geeft trouwens een grotere overheid aan als voorbeeld, maar vooral binnen kleinere overheden, die hebben heel erg leren werken met een bepaalde suite van producten. En dat is hoe zij werken, dat is waar ze gewend aan zijn, dus dat is iets waar ze snel voor kiezen. En als je dat wil veranderen, daar hebben we natuurlijk ook wel over nagedacht, moet je helemaal in het begin gaan zitten. En dat is waarom wij momenteel gesprekken voeren om de opleidingsprofielen te laten veranderen, om daar ook aandacht in te krijgen voor interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid. Wij willen graag dat de IT-manager van de toekomst wel op die manier gaat denken en dus niet zo makkelijk voor dat standaard pakket kiest. Verder zijn we aan het kijken met bijvoorbeeld CITO of we alle platformgebondenheid die in zo'n CITO-toets zit, of we die eruit kunnen slopen. Nou, en op die manier gaan we ook helemaal in het begin van de keten zitten, daar waar de manager van de toekomst wordt opgeleid. Die proberen we al nu dit gedachtegoed mee te geven. Maar je kan je voorstellen dat daar waar ze nu nog op school zitten, voordat ze in de positie zijn waar ze echt kunnen beslissen of beïnvloeden, dat kost even tijd. En dat is volgens ons wel een van de oplossingen. Ja, ik herken me trouwens ook in datzelfde verhaal. Wij gebruiken ook allerlei tools die niet direct door onze eigen afdeling ondersteund wordt, maar ik weet wel dat een van de grote leveranciers daarvan, de surfdiensten, ja. Daar ook pakketten voor levert en een selectie bij wijze van spreken al maakt voor de afnemers, de onderzoeksinstelling. Praten jullie daar ook mee? Ja. Okay. Ja, dat is een van, we hebben, ik denk alweer 2 jaar geleden een onderzoek gedaan naar knelpunten die vanuit het onderwijs komen. En twee daarvan heb ik net genoemd. En een derde kwam inderdaad hier boven tafel. Dat is dat inderdaad partijen als SURF, maar je ziet dat niet alleen in het onderwijs, je ziet dat ook in de zorg, partijen die een soort van spin in het web zijn binnen die sectoren. En die inderdaad diensten ondersteunen bij software selectie, dat die inderdaad voorselecties maken. En dat die voorselectie, dat is wel heel grappig, dat komt grotendeels omdat zij ook weer geld verdienen aan de licenties die daarop zitten. En daarmee wordt die voorselectie natuurlijk niet zo snel open. Nee. Maar als je dat wil veranderen, dat is een heel complex spelletje. Want dat betekent dat zo'n organisatie die vroeger zijn broek kon ophouden door het doorverkopen van licenties, want dat was wat ze deden, ze bedongen kortingen, selecteerden en verdienden geld eraan. Ja, die ga je nu vertellen, joh, je mag alleen maar open pakketten gebruiken. Ja. Daarmee zijn hun inkomsten weg. Dat betekent dat zo'n organisatie van 20, 30 man, die moet ook betaald worden. Ja. Dus je moet daar echt het hele businessmodel van zo'n hele organisatie moet je willen kunnen veranderen. Ja. En dat is, dat is ook echt van het worstel, heel erg. Ja, en bij Surf zeker, zij kunnen ook enorme kortingen bedingen. En daarvoor maakt het in ons geval soms best wel lastig om te zeggen, een praktisch geval met de databaseomgeving die we hebben, wij gebruiken hier Oracle. Dat kan, omdat zij gewoon hele goede licentievoorwaarden voor ons kunnen bieden. Om over te stappen op een open source oplossing, wat misschien qua performance of mogelijkheden prima kan, is nog niet gebeurd. Super, puur omdat wij zeggen, we moeten daar dan weer nieuwe mensen voor opleiden, het beheersaspect speelt mee. Ja. En we hebben deze mensen hier nu zitten, met een goede licentie. Ja. Dus weegt het voor ons nu even niet op om licentie te maken. Besteden jullie dat aan? Dat soort dit hoef ik niet aan te besteden. Ja, precies, dus dan kun je kiezen. Meestal moet wel aanbesteed worden natuurlijk bij de echt grote verwervingstrajecten. En daar is de truc vrij simpel. Dus daar kun je op onze website heel veel adviezen voor vinden. Als jij goed functioneel aanbesteedt en je vraagt naar de juiste formaat die ondersteund moet worden, en dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit of je nou op een open source oplossing uitkomt, of je komt op een gesloten source oplossing uit. Daar gaat het helemaal niet om. Zorg dat je het beste product voor de beste prijs kan zijn. Soms open, soms gesloten, maar zorg in ieder geval dat het open formaat ondersteunt. Ja, Bas? Ik voorstel dat de laatste vraag dan. Ja, als er nog een is. Ik zag nog een vinger. Volgens mij, ik weet niet of surfdiensten met selectie doet, maar ze bieden gewoon alles aan wat commerciële leveranciers aanbieden en open source wordt niet aangeboden. Ik weet dat zij bereid zijn, ik heb er wel eens met ze over gesproken, om bijvoorbeeld open source in hun dienstportfolio aan te nemen. Alleen, dan moet er dus wel iemand de effort doen om daar iedere versie van MySQL die uitkomt, of iedere versie van OpenOffice die uitkomt, netjes in hun systeem te schoppen. En dat is een beetje het punt. Dat is een hele marketingmateriaal, dat is een hele service delivery chain, en allemaal gericht op een paar grote leveranciers.
En die dumpen met alle liefde natuurlijk bij een van de leukste klantengroepen van Nederland, zoals ja. de KV. Daardoor dump je een goedkope licentie en dan kan je naar de hand zeggen, ja, de KV gebruikt voor onze spullen. Ja, het ligt nog iets genuanceerder. Ze doen wel degelijk selectie, want het is niet zo dat ze alle software aanbieden, verre van. Wat ook zo is, het klopt deels wel wat je zegt, het is niet zo dat ze weigeren open producten erin te doen. Maar één deel van de, toen wij het gesprek met ze hadden, gaven ze ook heel duidelijk aan. Ja luister, bij al die andere producten hebben we een heel duidelijke lijn waar ook service en ondersteuning en dat soort zaken geregeld zijn. En dat vinden we lastiger om dat te regelen voor de open pakketten. Dus wat je wel merkt is dat die standaard pakketten, nou ja, ik laat ze gewoon noemen, de Microsoft Office, de Oracle, dat soort dingen, merk je dat die heel prominent vooraan geschoven zijn. En in een beetje een donkerder hoekje van de website kan je ook nog wel de open spullen als alternatief vinden. En dat is eigenlijk het verhaal op dit moment. Maar je merkt ook dat zij een slag aan het maken zijn. Ze zijn ook aan het nadenken hoe kunnen we op een andere manier geld verdienen. En hoe kunnen we op een gezondere manier in ieder geval onze afnemers voldoende keuzevrijheid geven. Bas? Mag je bedankt? Ja, graag gedaan. Zo. Mijn stoel is gejat. Oh, lijkt niet voor mij. Ik staan. Cor, mag ik jou vragen om nu. Ik vrees alleen dat we een probleem gaan hebben met het formaat. Ja, we zijn net al voor schut. Kunnen hier. Je kan op je eigen laptop. Ja, allemaal. Oh, wow. Ja. Maar we gaan het proberen. Nee, goed. Ja. We gaan gelijk door. Allemaal fris tot aan de koffie. Ja, we hebben zo meteen pauze. Oké. Ik ga een heel glas water leeg drinken. Als jij dat voor mij zou willen inschenken, ik heb een vreselijke dorst. Wij zijn de onderdeel van de buurt. Ik dacht wel, ik denk dat ik op mijn hulp kan staan. Oké, cool. Ja, ja. Wij zijn een van de twee te wijzen, zeer gewerkt. Zwaaiende zee. Volgens mij moet ik nog even dansen. Goedemiddag. Goedemiddag. Excuses, ik heb nu nog warm. Het is hier een stuk warmer dan buiten. Zo. Dankjewel. Hebben we net de presentatie en lezing gehad over het open documentformaat, open standaarden, waarmee menig ambtenaar in Nederland, zo die er al mee wordt geconfronteerd, ernstig worstelt. Wat moeten we ermee? Is het wel te doen? Is het niet ingewikkeld? Enzovoort. Er wordt ernstig mee geworsteld. Moet ik blijven staan? Want ik wandel de hele tijd natuurlijk. Ja, je mag ook wandelen, maar als je in beeld wilt zijn, moet je daar blijven staan. Ik zal af en toe langs lopen. Maar goed, terwijl bij de Nederlandse overheidsdienaren ernstig geworsteld wordt om te werken met open bestandsformaten, gebeurt het volgende. OpenOffice.org, het grootste, bekendste project, de bekendste toepasser van het Open Document bestandsformaat, het project waar de voorloper, het allereerste begin van Open Document in 2000 is begonnen, OpenOffice.org, krijgt een afsplitsing LibreOffice. Moeten wij ons zorgen maken? Nou, ik heb een praatje voorbereid onder de titel Is open open genoeg? En ik zal in dit praatje kort iets vertellen over waarom er een afsplitsing is binnen OpenOffice. Hoe dat is gekomen. Ik heb wat dia's waarop ik iets laat zien van dingen die er zijn gebeurd sinds die afsplitsing. Ik denk niet dat ik dat allemaal in detail ga behandelen. En ik zal een beetje kijken over wat voor gevolgen gaat het hebben. Wat kunnen de gebruikers
allemaal verwachten. Wat gaat er met de pakketten gebeuren? Wat gaat er met de beide groepen gebeuren? Daar wil ik kort iets over zeggen. Ik heb ook nog gisteravond voorbereid een klein A4'tje. Een A6'je. Een briefkaartformaat over LibreOffice. Wat geschikt is om aan je oom of aan je tante of aan buurman Henk en buurvrouw Ingrid te geven. Als die willen weten van, hebben wij iets aan LibreOffice? Over mezelf, ik ben een van de oprichters van de Document Foundation. Dat is de club die achter LibreOffice zit. Ik ben heel lang actief geweest in de OpenOffice.org community. Dat natuurlijk een stuk minder nu. Tijd kan ik maar één keer besteden. Ik draag wat bij testen, marketing, verhaaltjes als dit. En in 2004, en dat is ook gelijk het begin geweest van mijn actieve bijdrage in de open source communities. In 2004 ben ik begonnen met NowEnough en daarmee ondersteun ik organisaties, bedrijven, ondernemingen, instellingen die met OpenOffice of LibreOffice aan de slag gaan. LibreOffice is een heleboel mooie woorden, maar zegt u maar, het is ongeveer wat u weet van openoffice.org. Dus de productiviteit, geschikt voor platformen, allerlei platformen, het werkt met open standaarden. Het is afgeleid van OpenOffice. Hoe zit het met de afhankelijkheid van Java? Probeer ik te onthouden die vraag. Okay, okay. Mocht ik hem vergeten aan de tijd? Ik mag tussendoor vragen stellen, als ik denk dat leidt te veel af, dan zeg ik straks graag. Waarom is LibreOffice ontstaan? OpenOffice is in 2004 begonnen door Sun Microsystems, die een eigen office verhaal wilden hebben. Die hebben het geopen sourced. Sun deed veel met open source software. Het is gebouwd, het merendeel in Hamburg. Daar zit een groep ontwikkelaars, die was al in 1990 of zo begonnen met een star office pakketje. Dat was eigenlijk bedoeld om documenten op een open wijze af te beelden, zoiets. En dat is uitgegroeid in een heel office pakket. Nou, dat is de basis van openoffice.org. Het is in het begin de bedoeling geweest om een foundation te maken, een onafhankelijke club onder OpenOffice. Daar is overleg mee geweest en ze zouden dat doen. Dat is in al die 10 jaar nooit gebeurd. Het is altijd een project geweest wat heel sterk door Sun is geleid. Is dat slecht? Het heeft heel veel goede kanten, want Sun Microsystems heeft ontzettend veel geïnvesteerd in openoffice.org. Heeft heel veel geïnvesteerd in het maken van het open document bestandsformaat, want dat nu is. Het is natuurlijk een eigendom van Oasis, open document, of daar wordt het geleid. Maar er zitten altijd ontwikkelaars achter, mensen die samenwerken, die nadenken over features. Sun heeft in open documenten en openoffice.org ontzettend veel geïnvesteerd. En daar ben ik, Sun, heel dankbaar voor. En ik denk dat iedereen die openoffice gebruikt of LibreOffice daar gewoon heel blij en dankbaar mee kan zijn. Aan de andere kant, het is en blijft een bedrijfsproces, waardoor het nooit de vlucht heeft gekregen van iets wat je in andere open source groepen ziet, dat studenten makkelijk in kunnen stromen voor een projectje dit, of dat mensen die bij een baas ergens tegenaan lopen en dat de baas zegt, gut, duik er een week in en kom dan weer bij dit andere project. Op die manier is het nooit mogelijk geweest om makkelijk snel mee te doen binnen het OpenOffice project. Dat komt omdat de code wordt geleid vanuit een bedrijfsfilosofie. En dat komt omdat ook Sun altijd heeft gevraagd om het auteursrecht te delen. Dus daar is een joint of een shared copyright assignment. Op het moment dat je een stukje software schrijft, dan ben je, of een verhaal schrijft of muziek maakt, dan ben je auteur, dan heb je auteursrecht. Sun heeft gevraagd altijd van, geef je code aan dit project, dan willen wij mede dat auteursrecht hebben. Nou, dat is niet heel ongebruikelijk in
projecten, in open source projecten, het komt vaker voor, maar het is wel omstreden. Vorige week, de NOIV-dag, hadden we een klein, even een zijstapje, hadden we een hackersbijeenkomst van LibreOffice. Een aantal mensen die elkaar kenden via de mailinglijsten. Mensen uit Nederland die meer of minder ervaring hebben met software, complexe software, want dit is een moeilijk pakket. Mensen die daar ervaring mee hebben om dat te bouwen, die zaten met z'n vijf en zessen bij elkaar en die hebben een dagje zitten stoeien, wat kleine dingen gedaan, wat dingen geleerd, uitgewisseld. Een van die ontwikkelaars daar, die zei van gut, het is dankzij LibreOffice dat ik nu wat kan doen, want voor hem geldt dat als hij software schrijft, als hij code schrijft, dat in principe het auteursrecht, het eigendom, bij zijn baas ligt. Dus als hij iets voor OpenOffice schrijft en dan moet zijn baas met Sun, of tegenwoordig met Oracle, gaan onderhandelen of gaan zeggen, gut, hoe zit het met het auteursrecht? Dat gaat nooit werken. Zo'n baas die zegt op een gegeven moment, joh, het is prima als je wat tijd in zo'n open source project besteedt. Ja, je leert er wat van enzovoort, je leert andere mensen kennen. Maar als zo'n baas dan ook nog moet gaan onderhandelen met een grote multinational over auteursrechten, dan heeft hij zoiets van, zoek wat anders op. Nou, dus die ontwikkelaar vorige week die vertelde dat als voorbeeld van, hè, daarom is het nu voor mij makkelijk om in LibreOffice mee te doen. Het was ooit de bedoeling dat het onafhankelijk zou worden. De onafhankelijke foundation is er nooit van gekomen. Vorig jaar heeft dus een hele grote club mensen die actief was in OpenOffice heeft gezegd, ja goed, we zijn het eigenlijk zat. Want je zag toch dat er beslissingen werden genomen rondom... Sneller doorgaan. Er werden beslissingen genomen rondom pictogrammen. Er is een Oracle heeft een commerciële versie van OpenOffice. Vroeger was dat StarOffice. Nou oké. Okay. Tegenwoordig heet dat Oracle OpenOffice. Om het allemaal eenvoudig en duidelijk te maken. Nou, dus dat soort dingen gaf toenemende mate vrevel. En er is gewoon een hele grote club die heeft gezegd... We hebben met z'n allen lekker wat voorbereid en gezegd, jongens, we beginnen met de Document Foundation. We vinden het genoeg. We hebben wel gezegd, Oracle, wees welkom. Je mag meedoen in de Document Foundation, graag zelfs. Want wij denken dat het de goede weg is. Het sluit aan bij al het goede werk wat er is gebeurd. We willen dat voortzetten. Doe mee. Nou, Oracle heeft niet geheel onverwacht natuurlijk gezegd, jongens, niet zo leuk dat jullie weggaan, maar wij gaan toch ook echt op onze eigen weg door. Dus Oracle gaat door met OpenOffice, Oracle OpenOffice en we hebben daarnaast de Document Foundation met LibreOffice. Nou, er is hier clubs als Red Hat, als Canonical, als Novell. Er is al een beetje ondersteuning van Google, maar die zit natuurlijk ook altijd met meerdere dingen erin. De Free Software Foundation, GNOME. Nou, het is een heleboel. Uit de aard zijn er altijd heel veel mensen die zeggen, geweldig, succes, gaat door. Doen. Maar in dit lijstje staan dus ook bedrijven die fulltime ontwikkelaars betalen. Novell had al een aantal in hun Novell OpenOffice. Nou, daar zijn ze mee gestopt. Heel veel van de code is in LibreOffice gekomen en Novell werkt in de Document Foundation. Red Hat heeft extra ontwikkelaars aangetrokken. Canonical doet op dit moment met één nieuwe ontwikkelaar mee. Het is iemand die in Hamburg had gewerkt. En als ik Hamburg zeg, dan bedoel ik altijd natuurlijk het team waar OpenOffice wordt gemaakt, het kantoor in Hamburg. Een van die ontwikkelaars daar, die is nu bij LibreOffice komen werken. Dus er zijn wel degelijk grote bedrijven die ook zeggen, van, nou, wij steken er ontwikkelaars tijd in en wij stellen hardware beschikbaar. Nou, ja, dat was eind vorig jaar en er zijn een aantal versies van het programma verschenen. LibreOffice. Wie heeft er alles gedownload? Oké. Okay. Nou, we hebben nog wat te doen. Wie hebben OpenOffice allemaal op het systeem? Kijk, dat is al een stuk meer. Op dit moment zijn de verschillen nog niet zo heel groot. Gelukkig. Een van de... Als je het hebt over... Over LibreOffice en OpenOffice.org.
op het moment dat zo'n afsplitsing gebeurt, dan is dat natuurlijk een stukje frustratie, maar ook een stukje hoop. Hè, we gaan het beter doen of sneller. Het is ook een stukje onrust. Ja, op het moment dat hier in de Nederlandse IT-media zou zeggen, continu zou staan, OpenOffice is dood en opgesplitst enzovoort. Dat betekent dat in de markt, bij de ICT-beheerders, managers, de mensen die besluiten welke software gaan wij gebruiken, betekent dat ook onrust. Dat is eigenlijk iets wat je niet wilt als open source project. Het is in ieder geval iets wat ik niet wil, want ik zit sinds 2004, is mijn bestaan is het ondersteunen van organisaties die daarmee werken. Dus als er iemand geen baat heeft bij onrust in de markt, dan ben ik het wel met mijn bedrijf. Maar goed, dat soort dingen gebeurt wel. Gelukkig, en dat ben ik dan oprecht, zie je dat Oracle ook zegt van ja, we zijn er niet blij mee, maar we gaan wel door. Ja, die gaan voorlopig gewoon door met het uitbouwen van OpenOffice. Er is wat samenwerking, wat uitwisseling. En als je zegt, ik werk nu met OpenOffice en ik wil met LibreOffice werken, dan is dat eigenlijk een overstap, nou ja, naadloos, bijna. De verschillen tussen die pakketten zijn op beheersniveau nihil. Bestandsformaat is hetzelfde. Ze werken allebei met de diverse open document bestandsformaten. Het enige is dat voor gebruikers in LibreOffice zitten soms wat dingetjes die wat meer aan de Excel kant doen denken bijvoorbeeld. En er zitten wat nieuwe kleine handigheidjes in. Dus in die zin is het voor de eindgebruikers, de consumenten, maar ook de organisaties kun je zeggen, gut, het is een verrijking, want je hebt meer keuze. Nou, er zijn inmiddels honderdduizenden of miljoenen van die pakketjes wel gedownload. Dat is in de eerste week, ja, waren er al tientallen mensen die bijdragen hebben geleverd. En je ziet nu regelmatig inderdaad op de developerlijst gewoon nieuwe mensen komen met die kleine dingen gaan verbeteren aan de code. Die een idee hebben om een venster, een schermpje te verbeteren, om makkelijker met kleuren om te gaan. Of om het zoeken en vervangen beter te maken, om meer opties te krijgen bij filteren. Je kunt het gek niet verzinnen. Er zijn altijd wel dingen in een programma, als je ermee werkt, waarvan je denkt, goed, weer heel veel compatibiliteitsproblemen kun je voor zijn. Maar het meest voor de hand liggend is dat je gewoon vanuit je Office pakket natuurlijk doet. Een PDF van maken. Ja, gewoon ja. Bestand mail als PDF. Ja, ja, ja. En dus op het moment dat je een tekstdocument hebt. Wacht. Nee, het gaat natuurlijk ook om andere. Uitwisselbaarheid van Excel. Dat is goed. En sommige punten is het uitstekend. En dat is zeker niet altijd perfect. En dat is een van de uitdagingen die je hebt. In een organisatie afhankelijk van de complexiteit waar je rekening mee moet houden. Maar het is niet vaak dat het onoverkomelijke dingen zijn, maar je moet wel weten wat je doet en hoe je mensen begeleidt. Het is ook een klein probleem toezeker, hè? Want als je op een willekeurige andere applicatie dan Microsoft Windows of Microsoft Word een document opent, op een iPad of op een Android telefoon of wat dan ook, ja. Dan ziet ieder Word document eruit alsof er een hond overheen heeft gekotst. En daarentegen is er voor ODF. Ja. Als je naar ODF gaat, daar begin je nu zeg maar echt een stuk interoperabiliteit te krijgen. Wij bouwen een applicatie in Office Shots voor een document en dan zie je het uit 50 verschillende toepassingen komen in verschillende versies. En dan zie je gewoon dat er dus steeds meer dingen heel goed gaan. Het is altijd fout gegaan. We hebben het nooit beseft, maar het is altijd fout gegaan. Ja. En nu zien we eigenlijk voor het eerst, nadat we er bovenop zitten met de camera, waar ik gewoon ga zitten testen, nu zien we dat er verbetering komt, dat plaatjes niet meer rechts uitlijnen als er links staat. Dus het standaardiseren heeft een heel groot effect, maar je kunt het gesloten formaat dit beide niet goed te krijgen. Dat is ook de ervaring die ik heb. Ja? Ik zou misschien ook, nu het over standaardwerk gaat, en over samenwerken eens even op in je praatje. Er is een wekelijks overleg tussen mensen die meewerken aan de ODF-standaard. Ja. Ik doe daar ook al mee.
En daar bellen de mensen van Oracle en van LibreOffice, maar ook van andere pakketten zoals Calibra, WebODF, die bellen daarin en die praten samen over de standaard. Ja. En dus het punt waar het allemaal om gaat, dat de standaard goed is en dat ieder pakket die goed ondersteunt, ja, daar wordt heel goed in samengewerkt. Ja. Dus dat is een beetje geruststelling. Ja, ja, klopt. Het is het ecosysteem rond de Open Document standaard is goed en dat groeit en er wordt samengewerkt. Maar goed, dat is eigenlijk ook het belang van een open standaard op een goede manier neerzetten. Dat betekent dat mensen, organisaties die daar belang bij hebben, zich uitgenodigd voelen en mee kunnen doen. Ja. Dat zie je dan ook gebeuren. Ja. Nog meer mensen met een vraag? Ja, ik heb nog een vraag over die auteursrechten die je als eerste zei. Aan wie wordt auteursrechten nu toegeschreven? Degene die de code maakt, die heeft auteursrechten. Ja, maar er is iemand die de code is ergens gepubliceerd, staat er nu Document Foundation boven. Ja. Nou, weet ik eigenlijk niet hoe dat in de headers van de files zit. Zou ik eens nakijken. Ik heb ze trouwens hier in mijn systeem. Ik heb er nog niet nagekeken. Want een van de grootste voordelen is natuurlijk als de auteursrechten worden overgegeven, dat er uiteindelijk voor een licentiemodel gewisseld kan worden wat nu niet meer gebeurt. Ja. Of nu niet meer kan bij LibreOffice. Ja, in principe. Het is LGPL 3 plus MPL. Plus, nee, LGPL 3 plus. Ja, dus plus de volgende elkaar, LGPL 3. Ja, kan het altijd naar boven, maar als in principe de Sun ooit had gekozen voor hun CDDL, dan had dat dus zeg maar wel een probleem geworden. Ja, klopt. Ja, maar is het pijnpunt daar natuurlijk wel anders, hè? Want er is één klant van deze code, één bedrijf die het koopt, en dat is IBM. Ja. IBM heeft Symfony op de markt, en die betalen aan Oracle en daarvoor aan Sun voor de source code om dat een gesloten product te mogen zijn. En als jij dus overdracht deed, dan mocht dat en hoefde je daar toch geen cent voor te krijgen. Met de Document Foundation, die wil dat helemaal niet, die wil niet meer verkopen. Dus zegt gewoon, het is GPL, LGPL en whatever. Alleen daar zit inderdaad de upgrade mode zit er niet meer, maar ook niet met het risico dat je iemand anders je code verkoopt en dat geld verkrijgt. Ja, maar is dat open source niet gratis? Nee. Dus ik vind dat een beetje kort op de bocht. Iedereen mag nu LibreOffice ook verkopen. Ja, maar er is een groot verschil dat iemand echt major geld krijgt en dat een gesloten product stond. Ja, dat is wel een motivationele verschil. Dat je als Novell voor IBM werkt. Ja. Voelt pijnlijk. Ja. Tenminste, als je er niet voor betaalt. Als je er niet voor betaalt. Ja. Nou, heb ik altijd gezegd, dat is waar. Aan de andere kant geldt natuurlijk ook. Novell, die download ook elke maand een miljoen regeltjes code uit Hamburg. Die krijgen ze ook voor noppes. Hè? Dus ik vind het een genuanceerd verhaal, maar ik kan de gevoeligheden goed begrijpen. Goed, dan nog heel even pakken. Die heb ik nu gemaakt voor vandaag. Oh, de Jip en Janneke kaarten. Okay. Nou ja, of het is niet veel hoor. Maar als je denkt, gut, wat is LibreOffice? Neem er een paar mee, heel kort. Het is natuurlijk ook niet spectaculair. Maar elke keer als ik iemand hoor die zoiets heeft, OpenOffice, ja, wel eens van gehoord. Maar kan ik mijn Word-documenten dan nog openen en wat moet ik ermee doen? Nou, daar staat heel kort, staat daar natuurlijk ook een zinnetje over. He, dus je oom, tante, buurvrouw, je moeder enzovoort. Iedereen die denkt, in principe zou dit de mensen even op weg moeten helpen. Wat voor LibreOffice geldt natuurlijk eigenlijk nog steeds ook voor OpenOffice. Maar er staat geen adres van OpenOffice op, maar dat is gewoon www.openoffice.org. En dan kun je dat ook vinden. Dus heb je er belang bij, neem er rustig één of enkele mee. Ze mogen op. Dank voor jullie aandacht. We hebben nu pauze. Ja, koffie. Koffie staat hier om de hoek, als ik het goed heb. Ja. Afgaan op de geluid. Dus om 3:30 de volgende presentaties. Bas, is dat een 2 of een 7? Het is een 2. Okay. Maar de DSP is er een beetje raar. Ja, ik krijg ook geen kleur. Deze wel. Deze ook niet. Nou, ik heb er achter me gestaan. Ja, hij stond er behoorlijk in hoor.
Toch wel? Ja, dat volgens mij wel. Gelukkig. Hey. Hey.